come zie on. Je, zie je, ik sprong over je pandjes heen en deed toen een grab. Dat is heel handig. Oeh. Nice one. Ja, mag ik ook een keer? Nee. Oh, ik ben nog. Ik smeet bijna de switch uit mijn handen. Oh, je bent gepakt door een bom, door een environmental hazard. Oh, een knuller. Die kan je uitzetten trouwens als je wilt. Als je met vrienden speelt en je wil die environmental hazard uitzetten, zoals die bommen, dan kan dat. Oké. De lijnen voor de Switch wordt gestaag groter. Er komen steeds meer games uit voor de handheld slash console. En het grappige is, er is nu een game uit en die heet Arms. En dat is een fighting game. Maar het is niet zomaar een fighting game. Het is een quirky fighting game met nogal ludieke controls. Dus als jij bijvoorbeeld heel graag een fighting game zou willen spelen, maar je bent geïntimideerd omdat het heel erg snel wegspeelt of de nadruk ligt op combo's en je kan niet 20 aanvallen in 3 seconden eruit persen, dan maakt het niet uit. Arms is een game die vanwege zijn lange armen heel erg gebaseerd is op de basics. Ja. Dus gewoon een opening vinden, grijpen als je tegenstander blokt. Hele simpele shit. En dat maakt de game heel erg tof. In combinatie met de Overwatch-achtige charisma die die personages hebben en de typische Nintendo polish. Het is gewoon een heel erg typisch tof origineel Nintendo product. Heb je tips voor de mensen? Ik heb zeker tips voor de mensen. Tip 1 is, ga niet meteen voor een heel moeilijk personage. Je hebt in totaal, wat zijn het, een stuk van 10 personages of zo? Ga voor een standaard personage. En daarmee bedoel ik Ribbon Girl of de gast die Springman. Springman. Ninjara is ook een goeie. Dat zijn personages die hebben een goede balans qua snelheid, schade, techniek en abilities. Zoals bijvoorbeeld Springman die ik nu kies, die heeft niet echt heel veel speciale abilities. Maar als zijn health heel laag is, zijn punches standaard charged. Want je kan je punches chargen. Ja. Hoef je er niet per se over na te denken, maar dat is een leuk iets om als beginneling te hebben. In het begin focus je nog niet op al die gekke arms die je kunt kiezen en die je kunt unlocken. Focus gewoon even op de normale boxhandschoenen, dat je de basics leert. Dan tip nummer 2. Zeker in het begin, zeker voordat je tegen mensen gaat spelen die echt heel erg goed zijn, zijn worpen best wel heel erg OP. Dat heb je waarschijnlijk net ook al gemerkt toen wij tegen elkaar aan het spelen waren. Een worp doe je bij motion controls door allebei de puntjes tegelijk naar voren te doen en op de normale controls door gewoon beide puntjes ingedrukt te houden. Zeker tegen de CPU en tegen wat newbie-spelers zal dit heel erg sterk zijn. Sterker nog, als je een beetje kan voorspellen hoe ze gaan opstaan, kan je ze chain grabben, basically. Je kan ze blijven grabben en dan zullen mensen rage quitten als een malle. Gooien van punches in een bochtje. Heeft dat echt wel zin? Dat is een heel goed punt. Zoals je al zegt, je kan punchen in bochtjes. En dat heeft zeker zin. Niet eens zozeer om je tegenstander te raken, maar je kan je tegenstander een beetje conditioneren om te doen wat jij wil. Zoals jij bijvoorbeeld heel vaak rechts slaat met een boogje nog naar links, dan zullen ze automatisch naar links dodgen. En als je dat op een gegeven moment doorhebt, dan kan je ze dus met een rechter punch die gebogen is, kan je ze naar links duwen om je dan met links te pakken. Ja, oké. Als je een beetje goed begint te worden in Arms, ga je anders denken. Je moet anders leren denken. Je moet namelijk gekruist leren denken. Als ik bijvoorbeeld iemand links van mij wil slaan, ik kan wel dit gaan doen, maar dit is veel handiger. Ja. Snap je? Dus als ik iemand links wil slaan, moet ik slaan met rechts. En zo moet je op een gegeven moment ook gaan spelen met Arms. Dus je moet dat op een gegeven moment gaan internaliseren van, hey, ik moet de persoon slaan met de andere arm. Dan, snap je? Ja, ja. Dus als iemand naar links gaat, dan kan je beter met rechts proberen te slaan. Als iemand naar rechts gaat, moet je met je linkerarm slaan. En een van de beste tips die je kan geven is, bewegen is altijd beter dan blokken. Je kan in deze game blokken, maar de blok in deze game is niet zo goed als in andere fighting games. Er zijn een paar personages waar dat een uitzondering bij is. Zoals bijvoorbeeld die dikke mummy. Die regaint een beetje health als hij blokt. Dus met hem wil je misschien wel wat vaker blokken. Maar over het algemeen, blokken is niet een hele handige tactiek. Probeer continu in beweging te blijven. Door te bewegen laat je tegenstander zowel de hele tijd afvragen van wat is die jongen nou van plan. Maar het is ook makkelijker om punches te vermijden. Bij alles wat je doet, of je nou aan het dodgen bent of als je aan het aanvallen bent.
of je nou schade berokkent of schade krijgt. Je krijgt een soort metertje die dan langzaam op wordt gevuld. Dat is je supermeter. Ja, supermeter zoals in elke fighting game. Als je die dan activeert, dan doe je een super vette special. En in dit geval is dat een barrage aan punches die, mits die connect, heel veel schade doet aan je tegenstander. De tip hier is, als dat metertje vol is, gebruik hem niet meteen. Het is heel verleidelijk om te denken van, ik kan hem super doen, dus ik wil hem doen. Maar ja, je tegenstander kan hem ontwijken als hij hem aanziet komen. Je kan hem zelfs interrupten. Dus je moet hem tactisch gebruiken. Nou, wanneer gebruik je hem tactisch? Een van de dingen die je moet onthouden is, op het moment dat je de super activeert, wordt elke aanval die naar je toe komt, wordt gewoon automatisch gedeflecteerd en geblokt. Dus je kan het gebruiken als een soort van get out of jail free card. Ja, als jij in een hoekje zit en je hebt zoiets van, oh shit, mijn tegenstander gaat me nu echt vol op mijn smoes slaan. Gebruik die super dus defensief dan. Dat is een hele handige optie. Zeker als jij qua health voor staat en je hebt niet echt reden om die tegenstander af te maken met de super. Probeer hem gewoon af te maken op de normale manier en stel dat de tables do turn. Ja, en dan zet je hem in. Dan zet je hem in. Exact. Je hoort het. Het is niet zomaar even een geinig, quirky, niks zeggend fighting gamepje. Nope. Dit is ook gewoon iets wat je competitief kan spelen, als je dat wil. Maar je kan ook gewoon met thuis, met de familie of wat dan ook, lekker in Center Parks, is het hartstikke geinig om zo'n game mee te nemen. Zeker weten. Maar in ieder geval bedankt. Geen probleem. Je hebt me nu al 23.000 keer gewoopt, dus daar baal ik een beetje van. Ik ga weer keihard aan het trainen. Maar ja, ik heb het hele weekend... Eerst volgende keer dat je hier langskomt, dan ben je gewoon een Sjaak, hè? Oké. Oeh. Nee. Crap. Dit is echt een van de leukere minigames. Je hebt ook een soort basketbal, maar deze is echt wel leuk. Oké, game on. Zeker een game die de moeite waard is om te spelen. Yes.